uw plaatsen. Kom, 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 kom! Het kan dit! Het kan dit voor mij! Ga door met je armen! Kom, kom! Uw plaatsen. Ja! Dat heb ik van mij gehad. Het was er eentje bij een schoolwedstrijd. Die ging te water en maakte echt een bommetje. Ik was kort voor de wikker, maar het ergde maar zij. TV. Hallo, je staat er niet stil, hè? Hier zijn zusjes. Er ligt het aan mijn bril. Ja, wij zijn jullie zusjes, hè? Dat is een tweeling. En jullie hebben allemaal gezwommen net, toch? Ja. Daar nog een keer. Ja, bedankt. Jasper. Als je niet bedankt hebt, dan moet je weer zien. Je hebt maar één kostuur groen. Wat heb je gedaan? Wat vier? E. Ja. B. 50 meter. Ridder. Dat is goed, man. Kampioenen. Oh, Schiedam, ik hoor het alweer. Stelletje branischoppers. Hey, ik zie daar de twee ploegleiders staan. Ingrid en Leon, wat vinden jullie van hun? Goeie mensen! Doen ze het goed? Goeie mensen! Leon en Ingrid, waar hebben we vanmiddag naar zitten kijken? Want het was een bijzondere middag hier in Vlaardingen. De vierde en laatste competitiewedstrijd die wij doen met totaal vijf verenigingen. Ja. We hebben de vereniging uit Lisse, vereniging uit Amsterdam, vereniging uit Bergsehoek en Utrecht. En dan uit Schiedam. Ja, en dit is toch weer wat anders dan... Ik zit vaker bij zwemwedstrijden te kijken. Dit is wel weer wat anders. Wat zijn dat voor mensen die hier vanmiddag hebben gezwommen? Het zijn mensen die hebben een verstandelijke beperking. Of een verstandelijke en een lichamelijke beperking. En die kunnen hierdoor ook sporten. Wat een geweldige middag, Leon. Heb jij ook genoten? Ik heb er zeker van genoten. Van alle teams. Maar van Schiedam het meeste. Wat hebben jullie gezwommen? Wat heb jij gezwommen? Borstkrol, rugkrol, vlinderslag. Een mooi PR'tje. Ja. Lekker. En jij? Op mijn buik en zo. Heb je op je buik gezwommen? Ja. Niet op je rug? Zo. Schoolslag, hè? Schoolslag. Ja, schoolslag. Hey, kijk, nou zeg, hey, markeer ik iets aan mijn bril? Zie ik dubbel? Ja. Of heb ik hier te maken met een tweeling? Wie zijn jullie? Ja, waar zijn jullie?
Pet en Sanne. Pet en Sanne. Pet en Sanne. Wat hebben jullie gezwommen, meiden? Ja, aan de buik, of misschien rug. En hebben jullie ook mooie persoonlijke records neergezet? Ja. Ja. 100. 100? Ja, 100. Ja. Oh jee. Nou, ik weet niet waar de volgende Olympische Spelen worden gehouden, maar we moeten jullie dus in de peiling gaan houden. Ja. Die hebben nog meer een mooie record gezwommen. Kom eens naar voren, als je wat te vertellen hebt over je tijd. Hallo, wie ben jij? Ik had daar gehouden in de gangen. Lang een goede weg gedaan. En welke afstand heb jij gezwommen? Borstkrol. En een voorkrol en een rugkrol. Borst- en rugkrol, zeg je. Ja. En jij? En met mij? Heb jij gezwommen? Ja. Goede tijden neergezet? Ja. Wat betekent zwemmen voor jou? Zo. En wat is jouw favoriete slag? Ja. Wat is jouw beste slag? Ja, wat vind je het leukste? Borstkrol of vlinderslag? Zo. Ja, borstkrol. Ja. Goede tijden neergezet. Ja. En jij, wat heb jij gezwommen? Ik heb 50 meter vrijslag gezwommen, duo estafette, 50 meter school en 50 meter rugrol en 4x50 estafette. Ben je helemaal totaal los nu? Moe? Nee, val wel mee. Ja, zwemmen jullie vaak? Ik ga ook vaak met, als ik niet hoef te zwemmen, ga ik ook vaak naar de sportschool. Okay. Ja. Nee, maar joh, ik heb mijn ogen uitgekeken. Wat een spektakel was dat hier vanmiddag. Het leek wel of jullie allemaal doping op hadden. Ja. Moet ook ons best doen. Moeten jullie nu gaan plassen voor de dopingtest? Nee. Ik vertrouw het voor geen cent hoor. Nee, wij moeten toch onze best doen. Hé jongens, mag ik jullie ongelooflijk bedanken voor een hele mooie middag? Ja, dank wel. En hebben jullie een beetje een jel, een clublied? Ja. Ja. En nou loopt het bloed uit mijn oren. Ja, het bloed uit mijn oren. Nou, scheer weg, doe ze allemaal. Ja!